Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe Frankrijk film. Vannacht ga ik in mijn eentje naar Frankrijk toe. Ik ga een week lang solo trippen. En sommigen zullen me vast voor gek verklaren van je gaat toch niet in je uppie naar Frankrijk. Maar echt, ik hou er enorm veel van. Ik wil jullie deze film ook proberen te laten zien waarom ik er zoveel van houd. Want het kan super effectief zijn. Ongeveer 4 jaar geleden ben ik ook al een maand lang wezen solo trippen in Frankrijk. Dat was echt helemaal geweldig. Ik denk daar nog vaak aan terug. Dus ik wil dat gewoon weer opnieuw gaan beleven. Ik heb nu een week lang de tijd en ik weet zeker dat het echt keihard werken wordt. Ik ga naar dezelfde rivier als de afgelopen Frankrijk film. En ik wil wat nieuwe stuwvakken gaan verkennen. Sowieso heel veel nieuwe stekken gaan verkennen. Ik heb nu ongeveer 15 spelden op Google Maps gezet. Waarvan ik denk dat het mooie stekken zijn. En die wil ik dus morgen allemaal gaan bekijken. Ik ga echt mijn best doen om er een dikke film van te maken. In mijn eentje is dat natuurlijk altijd een uitdaging. Maar ik denk dat het wel moet goedkomen. Ik hoop dat ik een beetje slaap kan vatten vannacht. Want ik ga al best wel vroeg op pad. En morgen moet ik heel ver rijden. Ook allemaal in mijn eentje natuurlijk. Dus dat wordt nog wat. Morgen wordt gewoon keihard werken. Die eerste dagen zijn altijd het zwaarst. Dan ga je heel veel stekken verkennen. Je gaat stekken aanvoeren. In de hoop dat je later in die week daar de vruchten van kan plukken. Dus ik hoop dat het ook gaat gebeuren. Ik wil jullie, net zoals de vorige film, ook weer allemaal vragen om de video alvast te liken. Dat is vorige keer super goed gegaan. We zaten echt binnen 2 dagen op 1000 likes. Dat is echt helemaal fantastisch. Allemaal heel erg bedankt daarvoor. Dat wordt echt gewaardeerd. Dus vergeet ook nu het blauwe duimpje niet alsjeblieft. En dan zou ik zeggen, heel veel plezier bij het kijken van deze nieuwe Frankrijk film. Ja jongens, hoort er ook bij. Controle gehad van de douane, maar alles is in orde, dus ik kan weer door. Heerlijk zeg, ik ben aangekomen aan de rivier. Het is hier echt prachtig. Dat zeg ik altijd, maar ik kan echt gewoon genieten van die riviervisserij. Het is super ruig. Nieuwe stek. Ik kan jullie wel precies de hele dag gaan updaten wat ik allemaal ga doen. Maar eigenlijk is het allemaal hetzelfde. Ik ga talloze stekken bezoeken vandaag. Echt heel erg veel. Gewoon om een idee te krijgen van deze regio. Ik ben hier nog niet eerder geweest. Vorige week ben ik dus met maatje Dion 4 nachten wezen vissen op deze rivier. Maar op een ander stuk. En ik wil dus nu een nieuw stuk gaan ontdekken en verkennen. Het ziet er hier mooi uit, maar dat is bij elke stek zo. Dus ik zal wel even stoppen met dit te zeggen dat het er mooi uitziet. Maar goed, ik ga de boot pakken. Ik ga deze stek sowieso aanvoeren. Ik ga een x-aantal stekken uitkiezen die ik ook echt ga aanvoeren. En ik ga er ook een heleboel doorstrepen, want ik heb natuurlijk maar een week. Een week is echt voorbij voordat je het weet, dus ik kan echt niet 20 stekken gaan bevissen deze week. Hierachter zit een mooie ondiepte, daar is de hoofdstroom. En hier is het allemaal wierplakaten en zo. Ziet er goed uit, ik kan hier alleen niet met de auto komen. Is niet zo erg, ik heb gewoon een karretje mee. Eerst maar eens kijken waar ik de rubberboot erin kan doen. En dan ga ik hier sowieso voeren, want dit soort ondieptes in het voorjaar, naast de rivier, is altijd goed. Dus hier moet gewoon voeren in. Ik ga snel de spullen pakken. Dan zie ik jullie straks weer. Zo, ik ben alweer bij stek nummer 4. Ik heb de 2 overgeslagen. Ze zagen er wel mooi uit, maar het was daar vrij druk. Ik ga nu naar een splitsing toe varen. Even het bootje volladen. Ook die weer aanvoeren. En dan ga ik nog 1 stekje aanvoeren en dan ga ik op naar een instant stek. Ik weet nog niet waar ik heen ga, maar ik vind het wel. Het is prachtig weer, dus het komt helemaal goed. Thank you.
Ondertussen heb ik alweer wat stekken aangevoerd. En dit stekje kennen jullie vast nog wel. Ik heb hier die prachtige 40 gevangen 2 weken geleden. En dit is de enige bekende stek die ik ook ga aanvoeren en ga bevissen deze week. Voor de rest ga ik alleen maar nieuwe stekken bevissen. Dat vind ik wel zo leuk. Maar ja, natuurlijk kan ik deze niet overslaan. Het is wel een beetje uit de route, maar dat is niet erg. Even het rubberbootje erin doen. Het stroomt 2 keer zo zacht als 2 weken geleden. Waardoor ik nu ook veel beter de overkant kan bevissen, waar ik op die 40 vandaan had. En eigenlijk nadat ik hem ving, was die overkant niet meer bevisbaar. Dus dat is een goed teken. Er zit mooi wat wind op. Ik ga snel de boot erin doen. Even een kilo of 5-6 erin gooien. En dan ga ik een stekje zoeken voor vannacht. Dan heb ik 3 stekken aangevoerd. En ik heb er al echt 10 tot 15 bezocht vandaag. Alleen heel veel dingen waren niet bereikbaar. Of het was gewoon niet chill om te zitten. Dus nou ja, dit is ook gewoon prima. Daar heb ik 3 stekken. Dan heb ik sowieso 4 van de 7 nachten al getackled. En dan kan ik in de laatste 3 nachten gewoon nog even kijken wat ik doe. En dan kom ik waarschijnlijk terug op de stekken waarop ik goed vis heb gevangen. Ook wel fijn. Dus helemaal prima. Autootje even uitladen. Is ook wel handig trouwens. Ik heb al mijn visspullen heb ik aan de voorkant liggen. Dus daarachter helemaal. En eigenlijk ligt hier achterin alles wat ik nodig heb om te voeren. Dus de boot, de accu, de motor. En het voeren en de pompjes. En op die manier kan ik gewoon heel snel te werk gaan zonder dat ik de hele autodoos moet in- en uitpakken. Dus dat ga ik nu even doen. En dan zie ik jullie zo in de boot. Aangekomen op de eerste stek. Het is warm, een heerlijk stekje gevonden. Bij een haven, vaak zijn havens gewoon holdings, vandaar dat ik kies om hier de eerste nacht in stand te gaan vissen. Nou, op de andere 3 stekken ligt het voer zoals jullie weten. En ik denk dat jullie ook al klaar zijn met alle GoPro shots, dus bij deze ga ik weer lekker met de normale camera filmen. Ik ga het wel even rustig aan doen, het is echt warm, maar ik heb hier wel goed vertrouwen. Ik heb even een voermixer klaargemaakt, Scopex en Krill, allebei goed in stand. En wat tijgennoten doorheen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik kan hier mooi 3 hengels verspreid vissen. Het ziet er echt heel erg goed uit. En ik denk eigenlijk wel met een beetje geluk dat we in de eerste nacht in stand al een vis kunnen vangen. Maar dat is altijd maar afwachten natuurlijk. Ik ken het hier niet, dus het kan ook maar zo zijn dat ik niks vang of dat ik 6 meervallen vang. Geen idee. Ik ga lekker de spullen uitpakken en dan zie ik jullie zo als de hengels paraat zijn. Nou, de eerste spulletjes staan. En ik met mijn amateurgedrag stap meteen met het laatst vol het water in. Dat is fout nummer 1. Fout nummer 2 is dat ik geen rob op mee heb genomen. Vergeten, hartstikke dom. Want ja, dat is eigenlijk echt gewoon prioriteit op een rivier. Dat is echt belangrijk om mee te nemen. Het is dat ik hier geluk heb dat ik allemaal stenen heb die ik tussen de banksticks kan doen. Dus het staat wel mooi stevig. Dat is wel fijn. Ik ga nu de richtjes klaarmaken en dan laat ik zaken afzien waarmee ik ga vissen. Nou, over de richtjes kan ik kort zijn. Ik ga het gewoon weer lekker verspreid aanpakken. Ik zei al dat ik met Krill, Scopex en tijgennoten ga voeren hier. 18 mm Krill, Snowmannetje, Scopex 24 mm met een 15 mm twincar pop-up. Vrij groot haakaas, maar dat is op zo'n rivier natuurlijk geen enkel probleem. Normaal, als ik heb gevoerd, zou ik niet heel snel een snowman erop vissen. Maar nu in stand zeker wel. En ik wil toch deze sessie proberen om wat meer snowmans in te zetten om te kijken of ik daardoor meer aanbeten kan krijgen. Gewoon lekker proberen. Laatste richtje raden jullie al. Dat zijn de tijgennoten. Allemaal lange rigs, 30 centimeter. Het haakt veel mooier, zeker op de rivier wanneer die vissen heel wild azen, wat het meestal het geval is. Dan haak je ze gewoon veel beter dan met een korte rig. 30 pons, tungsten flex onderlijnmateriaal, tungsten anti-tangle sleeve, een stukje putty en een lang gedeelte gestript. Echt, dit hele gedeelte is soepel. Gewoon lekker voor de bewegingsvrijheid. Ik vis natuurlijk met flinke loodgewichten. En dan is een lange onderlijn ook wel fijn omdat hij er gewoon wat verder vanaf ligt en er mooi overheen kan vallen. Ik ga nu de rubberboot in, even wat stekken zoeken. Een klein beetje bijvoeren. Niet al te weinig, want ik heb geen zin om witvis te gaan vangen. En dat voeren op zo'n rivier is vaak heel snel weg. Ik denk ongeveer 1,5 kilo per hengel. En dan ga ik kijken wat er gaat gebeuren. Ik zit lekker in de schaduw, maar het is toch echt tijd om de hengels uit te gaan varen. Het zoeken van de stekjes is heel eenvoudig. Ik ga gewoon naar de kant toe en ik laat hem heel rustig richting de vaargeul gaan, de boot. En dan zie je op een gegeven moment dat het talud er komt. Nou, hier is het talud al. Hij wordt niet heel veel dieper dan die 3,8 meter. Dus daar ga ik hem neerleggen. Dit is de overkant hengel. Ik voer eerst altijd, want je drijft behoorlijk snel af met die stroming.
lekker verspreid, want we willen zo min mogelijk neervallen vangen. En er komt weer een tanker aan, zie ik, dus ik moet nog even wachten met uitvaren. Helemaal in de verte komt een tanker aan, dus ik leg de boot even snel hier aan de kant vast. Auw. Dat doet pijn, jongens. Auw. Oh. Die haken zijn goed scherp. Ik kan niet praten, ik heb een toplootje in mijn mond. Maar goed, terecht die macht te water. Helemaal top. Om er zeker van te zijn dat die vissen ook niet de hengel voorover laten klappen bij een run. Dat kan er wel eens gebeuren. Dit gaat niet schuiven, maar hij kan wel zo eruit. Doe ik vaak even een dubbel elastiekje zo om het achtersteuntje heen. Dan zit hij veel beter gezekerd en dit trek je gewoon kapot bij een run. Dus echt wel een handige tip voor mensen die vaak hun hengels verliezen tijdens een run. Jullie horen de muziek op de achtergrond ook. Het is niet echt mijn smaak, maar ik ben wel een beetje aan het meegenieten hier. Sowieso goed om hier weer te zijn aan de rivier. Toch anders dan met een maat om hier zo alleen aan de rivier te staan. Maar ik vind het echt fantastisch. Begrijp me niet verkeerd, ik vind het echt super leuk om met iemand samen te vissen. Vooral met tweede broer natuurlijk. Het is altijd mega gezellig met wie ik ook ga. En, daar is echt niks mis mee. Maar dit is gewoon een hele andere ervaring. Het is zo rustig, je kan alles zelf indelen. Zelf je plannen nog meer uitstippelen. En dat bevalt me gewoon heel erg goed. Ik weet niet zeker of ik over een week er nog zo over denk. Maar ik ga er stiekem vanuit dat het wel het geval is. De boten die stoppen rond een uur of 9 vanavond met varen. Dat is natuurlijk heel erg fijn. Ik ga straks met de voerboot de drie hengels heel keurig weer neerleggen. Vervolgens ga ik met de rumboot weer even bijvoeren. Die tankers er ook wat in. Dan hebben omgevoerd. Voor de zekerheid wil ik er toch nog wat voer bij hebben. Die overkant hengels best ver. Ik heb natuurlijk die dieper achter de voerboot hangen, dus ik weet niet of ik dat ga redden. En ik heb daar wel een oplossing voor meegenomen in de auto, dat wil ik jullie later deze week laten zien. Maar ik moet eerst nog even uitzoeken hoe we dat ding moeten installeren, want ik heb er geen idee. Als ik dat ding eenmaal morgen of overmorgen erop heb zitten, ja, dan kan dat gewoon makkelijk. Dus ik verklap al een beetje wat voor product het is. Maar goed, ik ga me klaarmaken voor de avond jongens. Hengels zal ik opnieuw erin en dan hoop ik jullie vannacht of morgenochtend terug te zien met een hele mooie karp aan de lijn. Zo jongens, ik krijg een volle run. Ik ben net met de drone aan het vliegen. Ja, ik ga met de boot aan. Ik heb de vis weer onthaakt, het was toch geen karpen. Het had echt in mijn keel zitten. Ik heb een volle streep. Het was echt een gigantische kop voor me. Maar goed, het was toch tijd om de hengels opnieuw te gaan doen, zoals ik jullie al gezegd. Nou, ik baalde er eigenlijk wel een beetje van. Ik dacht echt dat het karper was. Maar goed, volgende is een karper. Of een mervel.
Goedemorgen mensen, het is 8:00 en ik ging rond 11:30 mijn nest in. En ik heb eigenlijk wel lekker kunnen bijslapen en dat is echt wel fijn. Natuurlijk niet wat betreft de vangsten, ik heb geen karpen gevangen. Wel nog een paar keer eruit geweest voor van die grote kopvorens. Maar geen vis. Dat betekent dat ik hier weer ga inpakken. En ik kom ook hier niet meer terug op de stek. Vandaag ga ik de eerste twee stekken die ik gisteren heb aangevoerd nog een keer aanvoeren. En dan ga ik vissen op de stek waar ik vorige week die 20 kilo ving. Dus daar heb ik wel heel erg veel zin in. Ik zal jullie de komende minuten niet te veel vervelen met allemaal GoPro shots. Met hoe ik de boel aan het inpakken ben en hoe ik ga voeren. Want dat spelletje kennen jullie aan de hand wel. Dus daar maak ik een paar shots van en dan ga ik snel naar de stek toe voor vannacht. En daar ga ik mega scherp vissen. Ik heb er echt zin in. Zo, laatste stekje even aanvoeren. Het bootje zichzelf alweer aan het opblazen. Het scheelt echt veel tijd hoor, zo'n automatisch pompje. Eigenlijk wil ik er nog eentje aanschaffen die je op druk kan oppompen. Nu moet ik hem telkens nog wel bijpompen met de voetpomp. Maar goed, dit scheelt al heel veel tijd. Hier is die ondiepte die ik gisteren als eerste heb aangevoerd. En hier wil ik morgen gaan vissen. Ik gooi er nog even 1 kilo of 10 op. En dan ga ik morgen met volle moed hierheen. Snel het voer erin en dan ga ik door naar de stek voor vannacht. Zo, aangekomen op de stek waar ik vannacht wil gaan vissen. Tenminste, de stek is daar op de punt. Alleen zitten mensen te vissen. Dat is wel even helemaal ruk. Maar ik ga er sowieso even naartoe varen. Vragen hoe lang ze blijven. Desnoods ga ik iets verderop zitten. Je hebt toch nog gelukkig nog een open stekje waar ik een stretcher kwijt kan. Dus dat is wel helemaal top. Maar ik hoop eigenlijk gewoon dat ze zo weggaan. Ik rijd er niet met de auto heen. Ik heb gisteren bijna de onderkant van mijn auto eruit gereden. Hij staat vrij laag. Helemaal met al die spullen. Dus dat risico wil ik niet meer nemen. Dus ik ga hier even de boot uitpakken. Alle zooi uitpakken. De boot hier even volladen. En dan vaar ik die kant op. Kan ik ze meteen even vragen. Tot wanneer ze blijven. En ik heb geen haast vandaag. Het is nu 4:00. Echt wel weer de hele dag op pad geweest. Weer een paar nieuwe stekken ook bezocht. Gewoon even om te kijken. Misschien voor een latere trip dat ik daar nog terug kan komen. Ik ga nu even deze bende uitpakken. En dan zie ik jullie zo. Ik heb de golven van die gigantische boot overleefd. Die waren echt 1,5 meter hoog of zo. Dat was echt wel gevaarlijk. En dit wordt het stekje. Het is maar heel krap. Maar ik ben al lang blij dat ik er kan zitten. Want anders had ik voor niks gevoerd. Nou, even aanmeren. Allemaal dorens langs de zijkant. Ook erg fijn voor de boot. Nou, ik heb in al die jaren die boot nog niet lek kunnen krijgen. Misschien wordt dit de eerste keer. Zo. Arrivé. Zo jongens, aangekomen op het tweede stekje. Het is
is heel warm, ik zit uit de wind, maar ik ga natuurlijk niet klaar, hè? Het is heerlijk weer. Er kwam meteen al een Franse local naar me toe, die daar op de punt zit. Ik dacht dat het geen karpervissers waren, maar er zit toch wel één karpervisser tussen. Hele aardige kerel, ook weer wel wat informatie mee gedeeld. Dus dat is leuk. Ik ga het hier niet zo spannend maken. Het is hier eigenlijk heel simpel vissen. Eentje onder de eigen kant links, eentje onder de eigen kant rechts. En de middelste die ga ik proberen naar de overkant te vissen, waar ik ook die 20 kilo had. Het zal wel lastig zijn met de stroming en alle boten, maar niet geschoten is altijd mis. Het scheelt dat het morgen zondag is. En op zondag varen er nauwelijks tot helemaal geen boten. En dat is wel heel prettig. En daardoor kan ik ook zonder toplood die kant op vissen. Vanavond om 9 uur ga ik de toplood eraf halen, vaak opnieuw uit. En dan heb je ook een veel minder grote kans om te spelen. Want dat toplood, het moet nu door de boten. Maar het is eigenlijk heel erg gevaarlijk, omdat je toplood snel ergens in vast kan blijven zitten. En dat wil je natuurlijk niet. Maar ja, ik ga de steuntje in de grond breken, even de richtjes klaarmaken en dan ga ik ze uitvaren. Hetzelfde tactiek als gisteren, dus ik bespaar jullie het richtpraatje. Ik ga lekker aan de slag, jongens. Nog één tipje. Ik heb hier een handschoen, een leren handschoen. Die leg ik gewoon klaar voor vannacht. Ik verwacht zeker wat meervallen. En als je die aandoet, kan je ze veel makkelijker in de bek pakken. Pak een meerval nooit met de blote hand in de bek. Sommige jongens die zeggen dat dat wel kan, maar doe dat niet, want je hele hand ligt open. Dus als je naar zo'n rivier gaat in Frankrijk, neem altijd een handschoen mee. Achter mij gaat het zonnetje alweer langzaam onder. Het is nog vrij rustig op de stek. Wel natuurlijk wel een beetje dat de locals hier eigenlijk op de voerstek zitten. Dat is gewoon pech, die blijven ook een nacht. Maar het zijn wel hele aardige kerels. Ze vroegen zelfs net of ik even een biertje kan drinken, dus dat ga ik ook zeker doen. Altijd gezellig. Wel altijd natuurlijk heel irritant dat ze meestal geen woord Engels spreken. Deze gasten ook niet, die van gisteren ook echt geen woord. Maar het is niet anders. Het is sowieso altijd goed om een beetje informatie uit te wisselen. Je komt echt wel een hoop te weten, zeker als je met locals praat. Je houdt ook echt bij één biertje, want ik moet natuurlijk scherp blijven vissen. Dat vind ik altijd wel echt belangrijk, zeker hier op de rivier. Je moet snel bij je hengels zijn. Het scheelt dat het hier ook echt met 10 meter verderop is. Dus ik ben gewoon met een paar seconden bij de hengels. Ik neem wel even een ontvangertje mee. En dan ga ik eerst nog even een hengel uitvaren opnieuw. Die ligt voor mijn gevoel niet helemaal meer lekker door de boten. En als ik dat heb gefixt, ga ik even naar de buren toe. Zo jongens, ik sta de eerste vis van de sessie te drillen. Het is 12 uur s'nachts. Het kan een meerval zijn, hij gaat heel hard. Nou, ik voelde een rugvin, wacht even hoor. Volgens mij voelde ik een rugvin, ik kom net een trein langs. Ik ga even concentreren op de drill jongens, als dit een karper is, word ik helemaal gek. Hij is large de fou. Hij is super large, hij is enorm aan het worden. Hij is de lucht du quai. Really big, my friend. Yeah, man. Nou mensen, ik hou het kort. Ik ben hier bij een paar Franse locals. En de eerste vis van de trip voor mij is een feit. Een ongelofelijke bak. Ik moet hem nog wegen. Hij is sowieso ver in de 20 kilo. Ongelofelijk wat een vis, jongens. Echt. Mijn trip kan al niet meer stuk. Ik kan het nog niet helemaal geloven. Op een dubbele 18 mm Scopex. Dit is echt... echt ongekend wat hier voor een bak in mijn handen ligt. Niet normaal. Nou, de rest van de trip is bonus, jongens. Dit kan gewoon echt niet meer stuk. Kijk eens, ik kan hem nauwelijks normaal tillen.
Wat een brute, brute vis. Ik ben op snel weer zwemmen, de hengel ligt alweer terug. Ja, misschien komt er nog meer langs vannacht, maar dat hoeft helemaal niet, want dit is al meer dan geslaagd. Yes jongens, yes, yes, yes. Monster fish, monster fish, monster kaap. Zo mensen, het is 5 uur 's nachts en ik heb weer een vis in het net zitten. Het is heel erg oppassen hier met die steile wand. Maar kijk eens, daar is nummer 2 van de sessie. Weer een hele mooie spiegel. Zo jongens, ik zei al, ik heb een hele mooie vis in het net liggen. En het is zeker een hele mooie vis. Ruim 17 kilo. Dit keer duidelijk een mannetje. Hij is volop rom aan het uitscheiden. Dus hij zit echt tegen de paai aan. Ik heb het waarschijnlijk net goed getroffen. Want ik vang ze nog wel. Ik ga hem jullie laten zien. Prachtige vis, heel hoog gebouwd. En wat een gewicht, hè. Echt zie. Kijk eens, daar is hij. Prachtige hoge vis. Och, och, och. En wat een strijd gaf deze weer. Dikke staart erop. Echt super, super bruut. Mooi, mooi, mooi. Dit keer het linkerkant hengeltje op een single 18 mm Scopex. 2 meter diep maar, echt vlak langs de kant gevangen. Heel mooi plateau gevonden vanmiddag toen ik ze ging uitvaren. Nou, een prachtige vis. Ik ga hem weer laten zwemmen. Krijg je ze vrijheid weer terug. Helemaal super. Goedemorgen jongens, ik kan nog niet helemaal geloven wat de afgelopen nacht is gebeurd. Vis van 17 kilo en een vis van bijna 25 kilo, echt. Geen woorden voor. De planning voor vandaag is om allereerst alle spullen op de kar te gooien hierachter. En dan zou je denken, waarom gooi je het niet in de auto? Die staat toch achter je kont. Nou, als ik alle spullen erin gooi en ik ga hier weg, dan ga ik zeker weer die bodemplaten van mijn auto over de stenen heen raggen. En dat wil ik niet. En als niet alle spullen in de auto liggen, dan is die hoog genoeg. En dan kan die makkelijk over die drempel heen. Dus vandaar dat ik dat even op deze manier doe. Dan ga ik als een speer naar de McDonald's toe. En niet om lekker te eten, maar vooral om de foto's even te fixen. Iedereen, allemaal maat en zo. En vooral mijn tweelingbroer zijn natuurlijk super benieuwd. Ik kan niet wachten om die foto's even te fixen. Daarna ga ik de stek aanvoeren bij de splitsing, waar ik nu al 2 dagen voer heb liggen. En dan ga ik op naar het wierveld. Dat is de stek die ik als allereerste heb aangevoerd deze week. En daar heb ik ook echt heel veel vertrouwen. Ik weet bijna zeker dat daar vis uit moet komen. Die stek ziet er gewoon super goed uit. Maar ik durf het ook niet met zekerheid te zeggen natuurlijk. Maar ik denk dat daar wel vis uit komt. Nou, ik ga eerst even een bakje koffie zetten en dan ga ik als een speer opruimen. Nou, het was een uurtje rijden, maar ik ben er en de stek is vrij, daar ben ik heel blij mee. Hierachter ga ik zitten, ook weer een plekje waar ik net met het sletje kwijt kan. Ik moet wel even het waadpak aandoen. En ik zit hier bij die ondiepte, dus ik ga lekker met de boot hemels uitvaren. Eentje tussen het bier, 2 achter het tabuut. En eerst maar eens even aan het werk gaan. Misschien lijkt het alsof alle stekken dicht bij elkaar liggen, maar het is telkens gewoon een uur rijden naar een andere stek. Dus elke dag ben ik al 3-4 uur aan het rijden. Maar het is de moeite allemaal waard. Het maakt nu allemaal niks meer uit naar die... Ja, na deze fantastische nacht. Dus ik ga lekker de spulletjes opbouwen. Genieten van deze mooie plek, want het is hier fantastisch.
Nou, dit is de enige plek die ik met fishmeal boilies heb aangevoerd. Smoked fish, krill en sweet fish. Dus ik hoop dat de meervallen een beetje wegblijven. Ik heb er nog geen gevangen deze trip, dus ik heb er op zich wel vertrouwen in. Maar vaak is het natuurlijk wel zo dat je heel veel meervallen vangt als je met vismeel gaat voeren. Maar ik wou het toch proberen, omdat je ze met dit type voer, met vismeel, toch beter op het voer houdt. Die vissen blijven eerder terugkomen dan dat je alleen maar mierzoete boilies voert. Dus niet geschoten is altijd mis. En mocht ik echt alleen maar meervallen vangen, dan doe ik er gewoon heel wat zoets aan. Nou, altijd fijn die zakken die helemaal open zijn gescheurd. Hier is nog wat smoked fish en dan ga ik even de sweet fish zoeken. Die ligt ergens hier in deze auto. Nou, het eerste wat ik ga doen is even de hengels paraat maken. Zoals ik al zei, dit is een ondiepte. En ongeveer 30 tot 50 meter hierachter begint de vaargulden alle boten varen. Nou, ik wil twee hengels achter de rand vissen en toch één hengel op de ondiepte. En dat ligt helemaal vol met waterplanten. Dus ik ga één hengel ombouwen tot een chot systeem. En dan ga ik toch vanuit de boot met de polaroid heel goed kijken. Kijken of ik hem ergens toch redelijk schoon kan neerleggen. Met een chot moet het wel lukken. Beetje voer erop. En dan denk ik dat die ondiepte ook echt wel goed kan zijn. Vaak trekken die vissen juist 's nachts die ondiepte op. En ja, dat moet wel een vis gaan opleveren, denk ik. Ziet er super uit. Windje staat er mooi op. Mooie warme wind. Dus ik ga snel de hengels paraat maken. Jongens, ik ben echt mega tevreden met hoe de hengels liggen. Echt allemaal stuk voor stuk liggen ze top. Je zou denken dat het niet mis kan gaan. Twee dagen gevoerd, flink gevoerd. Dus ik ga er stiekem vanuit dat hier gewoon vis uit gaat komen. Hopen dat het goed gaat met de obstakels. Die ondiepte ligt helemaal vol met takken, zoals jullie zien. Maar goed, het is eigenlijk heel eenvoudig. Die vis die pakt lijn. Die gaat waarschijnlijk direct de vaargeul in en dan ga ik met de boot erachter gaan. Dus hopen dat het plannetje werkt. Het is wel even rustig op de stek, dus ik ga even mijn linkerhengel opnieuw doen. Er zijn veel kleine, maar hele snelle boten langsgekomen en die veroorzaken best wel hoge golven. En die chothengel in het wier, die ligt wel mooi bovenop, maar het zou kunnen dat hij nu toch bedekt is in wier, omdat die golven misschien al die planten over die chot heen hebben geduwd. Dus voor de zekerheid ga ik hem nog even opnieuw uitvaren. Het is fantastisch, jongens. Heel veel mooie zwanen die langskomen. Het is echt een uitzichtje van je welste. En mijn grote doel is om jullie vanavond of vannacht of morgenochtend een hele mooie vis daar bij die boom te laten zien. Dat zou ik echt fantastisch vinden. Maar ja, het is maar even afwachten of dat gaat gebeuren natuurlijk. Ik doe echt mijn best. Ik werk er hard voor. Maar die karpers moeten wel meewerken dan natuurlijk. Als ze er niet zitten of als ze geen honger hebben, dan ga ik geen beet krijgen. Dus we gaan het zien, jongens. Ik ga het helemaal even opnieuw doen.
kreeg beet. Middels hengel. De pop-up is eraf. Hij heeft het gewicht weggespeeld. Het pinnetje van de loodklep is eruit. Dus daar heeft zeker vis bij gezeten. Even een nieuw haakaas erop en dan ga ik hem snel weer uitvaken voordat het donker is. Juist een vis geschept. En mijn eerste schut van deze rivier. Daar ligt hij. Keihard gevecht aangehaald. Een middelste hengel waar ik ook al een aantal witvissen op had. Die loopt echt ver uit het beste. Maar leuke vis. Ik ga hem snel voor jullie laten zien. Ik zie nu dat het echt een wonder is dat ik deze vis heb gevangen. Hij heeft een hele misvormde bek. Eens kijken of dat komt door een haak. Nee. Ja, of het moet heel lang geleden zijn gebeurd. Maar hij heeft echt een heel raar bekkie. Gelukkig kon mijn haak wel een wegje vinden om te prikken. Ik laat hem jullie snel zien. Kijk eens jongens. Daar is hij. Ik hoop dat ik een beetje scherp ben. Dik buikje eronder. Toch nog wel een leuke vis. En de eerste schub voor mij. Echt welkom. Ik heb de hengel weer teruggevaren. Dat is op een dubbele 18 mm sweetfish. Dus dat is wel even lekker. Geen meer van nog. Dus daar ben ik echt blij mee. Nou, deze gaat weer zwemmen. En dan hoop ik op nog een aanbeet vannacht. Jongens, ik krijg een keiharde run in de ochtend. Ik ga snel naartoe met die boot en hij heeft zich vastgezonden. De zon komt net boven de bergen vandaan. En ik sta weer te drillen. Heerlijk. Zo. Een kleine schubbemans. Vis kunnen scheppen. De accu van de GoPro was leeg. Dus ik heb helaas niet de hele drill op beeld, maar het is echt geen hele grote vis, maar super sterk. Jullie hebben een gedeelte kunnen zien. Ik ga hem snel bijpakken en laat ik hem even aan jullie zien. Het is een ruw mannetje. Ik kan hem echt voelen dat hij klaar is voor de paai. Kijk eens jongens, in het ochtendzonnetje. Wat wil je nog meer? Mooie rivierstrijden, heel mooi gevecht. Weer die dubbele sweetfish 18 mm. Hij wiet een beetje in de bek, de haak zit ook heel erg vast. Dus ik ga hem ook snel weer terugzetten, ik hoef er geen fotootje van. Hij heeft een mooie ochtend bezorgd. Zo gaat hij weer. We'll be right back.
snel weer terug. Zo, ik heb nog even gevist tot 1 uur of 10. En ik heb het echt koud, dus ik ga lekker opruimen. Komt vooral omdat ik in een half nat waterpak zit de hele tijd. Hij is nogal lek. En ik zit hier vol in de schaduw. Er staat een hele koude wind. Dus ja, mooi geweest op deze plek. 2 mooie vissen gevangen, heel erg blij mee. En nu ga ik naar een super brute stek toe, waar ik 3 dagen heb gevoerd. Dus daar heb ik echt veel vertrouwen. Even de laatste spulletjes inpakken en dan ga ik wel lekker onderweg, jongens. Uurtje rijden, komt helemaal goed. Even bij de McDonald's de karpenwedstrijd voorbereiden, jongens. Moet ook gebeuren. Daarna lekker naar de stek toe. Klaar om te gaan, jongens. Ik hoop echt dat er geen boot komt. Ik heb ook alle elektronica meegenomen, omdat ik toch bang ben dat er in de auto wordt ingebroken. Dat kan altijd. Dus voor de zekerheid ook even de laptop mee. Want ik ben het meest bang voor de beelden die ik heb gemaakt deze trip. Dus ik wil jullie natuurlijk wel een mooie video bezorgen. Nou, ik ga instappen en dan gaan we. De stek is echt nauwelijks bereikbaar. Boah, ik kan de punten niet bevissen. Ze zijn de gans te broeden. Het is niet dat ik bang ben voor die beesten, maar ik wil hem gewoon lekker laten liggen. Hij vindt het sowieso niet fijn dat ik in de buurt zit. Ik heb nu ongeveer een stretchje 4 meter achter die gans. En dat vindt hij zo te zien wel prima. Hij heeft ook allemaal eieren eronder liggen, dus ik wil die gewoon niet verstoren. Nu heb ik de boot hier aangelegd. Kan ik 1 stek niet bevissen, is op zich niet zo erg. Ik denk dat voor deze arm, ik zit op een spitsing te vissen, ik denk dat deze arm beter is. Dus ik ga hier gewoon 3 hengels neerleggen. Even spullen uitpakken en dan rustige spullen opzetten, jongens. Oké, jongens, ik ben klaar om ze uit te varen. Ik heb 3 richtjes klaargemaakt, maar ik heb er echt maar 2 nodig, want ik vis 1 hengel met een chot. Dan hoef ik dus alleen maar een pop-upje op te draaien. Dat doe ik uiteraard met de twin carp pop-up. Heel veel drijfvermogen en die heb ik gewoon altijd goed vis opgevangen. Ik heb 3 verschillende haakaasjes gemaakt. En dan denk je van, ja Jelme, als je een vis vangt op bijvoorbeeld deze twin carp 24 mm boilie of deze Scopex 18 mm, waarom zou je dan een richtje met tijgenoten aanhangen? Dat doe ik vooral omdat ik hier heb gevoerd met deze 3 aassoorten. En het wil nog wel eens voorkomen dat er vissen in de sector zitten die een bepaalde voorkeur hebben voor een bepaald aasje en die dus niet de hele stek leeg schranzen. En dan kan het soms werken door na een vangst een ander haakaasje eraan te doen waarmee je ook hebt gevoerd, waardoor je dus een andere laag van het bestand kan vangen. Het werkt niet altijd, want ik denk ook dat het gros van de vissen, die zal gewoon die hele stek leeg eten. Maar er zijn dus altijd vissen met een bepaalde voorkeur. Dus vandaar deze keuze. Ik laat de tijgenoten nog even liggen. Die doe ik eraan als ik een vis heb gevangen. Als ik een vis ga vangen natuurlijk. En zoals ik al zei, ja jongens, gewoon lekkere boilies, 30 centimeter onderlijnen. Hetzelfde als ik de hele sessie mee vis, dat werkt goed. Ik heb hiervoor nu 3 steunen neergezet in de rotsen. Dat is gelukkig te doen. Ik heb dus geen rotpot mee, maar het gaat hier gelukkig. Het is wel levensgevaarlijk. Ik moet echt oppassen waar ik loop met het waterpak. Want als ik 1 stap verkeerd zet, dan ga ik direct de diepte in, de rivier in. Maar
ja, ik ben wel wat gewend, dus ik denk dat het wel goed komen. Ik ga de boot in en dan ga ik ze op 3 verschillende dieptes uitvaren. Het is hier ongeveer 2 tot 5 meter diep. Ik wil er eentje strak tegen de kant varen op ongeveer 1,5 meter. Eentje naar de splitsing toe waar een brug staat op 3 meter. Dan heb je een heel mooi plateau, die heb ik 3 dagen aangevoerd. En dat is denk ik echt een goede stek. En de linkerhengel ga ik met de chot vissen op ongeveer 4 meter onderaan het talud. En op die manier ga ik gewoon even kijken of het wordt. Heel veel spijt met de boot bijvoeren en als ik nog meer aanbeten krijg, ga ik waarschijnlijk daarna de hengels met de voerboot doen. Ik laat jullie straks nog even wat moois zien van die voerboot. Ik heb wat nieuws bij me wat ik jullie wil laten zien. Er komt net een hele grote boot voorbij, dus ik hoop dat jullie nog kunnen verstaan. Ik ga snel de boot in, jongens. Wat jullie over wilden vertellen is een nieuw product van Dieper. Als jullie zelf de vraag stellen van wat is nou nummer 1 probleem van de Dieper op een voerboot. Nou, dan zeggen jullie natuurlijk allemaal wat is de verbinding. Dat heb ik zelf ook meerdere keren ervaren. Ik doe hem zelf vaak met een touwtje achter de voerboot. Alleen als hij dan omdraait en diep ligt aan de andere kant van de boot verliest hij soms verbinding. En soms ook door de golf of de stroming verliest hij verbinding. Maar daar is nu een oplossing voor. De Dieper Range Extender Kit. En dat is eigenlijk gewoon een product voor achter je voerboot waarmee je je bereik echt gigantisch kan verhogen. Ik ga hem even kort voor jullie uitpakken en installeren zodat jullie ook een idee hebben van hoe dat moet. Zeker voor de jongens met een voerboot en een dieper, dus heel erg interessant. Interesseert het je niet, skip dan gewoon even. Maar ik wil het zeker even gaan behandelen. Nou, wat zit erin? Allereerst de houder voor de dieper, voor achter de voerboot. Dit is een telefoonhouder, die doe ik dadelijk op een statief. Dat is weer een ander product van dieper, die heb ik hier. Dat is eigenlijk gewoon super handig, want daarmee kan je je telefoon vastzetten en daarop draai je de versterker. Dus dan heb je je versterker en je telefoon op het statief staan. Daardoor staat die hoog en stabiel, waardoor je ook altijd een betere verbinding hebt. De range extender zelf die is binnen 3 uurtjes volledig opgeladen tot 100%. Hij gaat 14 uur lang mee en je vergroot je bereik tot dik 200 meter. Dus dat is echt gigantisch. Je hoeft absoluut niet technisch te zijn om hem te installeren ofzo. Je werkt zonder kabels, gewoon puur met verbinding. Er zit natuurlijk wel gewoon een USB-kabel in om je versterker op te laden. En hij werkt trouwens op vrijwel iedere voerboot. Dus daar hoef je ook niet bang voor te zijn. Nou, hierin zit het USB-kabeltje. En in dit dingetje zit iets heel belangrijks. Allereerst je veiligheidsband. Daarmee kan je je dieper gewoon zekeren zodat hij nooit van de voerboot afgaat, dat je hem altijd terugkrijgt. Maar ook een schoonmaakdoekje met alcohol. Dan leg ik straks wel even uit waarvoor het is. En een strap om op de voerboot te plakken. Nou, wat je doet met dat doekje, maak je een bepaald gedeelte van de achterkant van je voerboot schoon. Dan plak je dit ding erop en dan wacht je 24 uur en dan zit die muur vast. En ik kan hem nu dus vandaag nog niet gebruiken met de extender, omdat ik eerst dit moet gaan vastplakken en dan moet ik 24 uur wachten. Dus vanaf morgen kan ik de range extender gaan gebruiken. Maar ik ga het zeker alvast installeren. Het scheelt dat ik hier niet zo ver uit de kant vis en dat ik hier dus ook zonder versterker prima aan de gang kan. Ik heb hier de dieper, er wordt ook een schroefje bij geleverd. Nou, je stopt hem erin, heel eenvoudig. Natuurlijk met de sensoren naar beneden. En dan draai je hem vervolgens vast met het schroefje. Deze gaat geen kant meer op. En zo dadelijk kan je ook met dit ding en dit schroefje instellen dat hij verticaal naar beneden staat. Want als hij zo staat heb je natuurlijk een hele andere diepte dan als je hem gewoon lekker verticaal recht hebt staan. Dat is ook heel belangrijk. Nou, je ziet ook de twee puntjes van de sensoren hieronder zitten. Als je dat niet ziet dan zit hij niet goed. Maar dan zit hij onder de kap. Waardoor je natuurlijk geen mooi beeld krijgt. Want dan pakt hij alleen maar de kap en niet het water eronder. Nou, die is gefixt. En het statief pak ik ook even uit. Dat is een ander product. Het hoort dus niet bij de extender. Maar zeker heel handig. Want je wil gewoon echt zorgen dat je telefoon hoog zit. Net zoals je extender zelf. Zo'n statief werkt altijd heel eenvoudig. Je klapt de pootjes uit. Je hoort een klikje. Je kan ze ook verticale zetten. Dan doe je deze omlaag. En dan wacht je tot het volgende klikje. Nou, die zet ik even neer. Ik heb hem even iets langer gemaakt, zodat jullie het nog kunnen zien. Nou, hierboven zit het schroefje. Dit is de telefoonhouder. Die zit in die range extender kit. Nou, die draai je heel eenvoudig op dit schroefje. Je zorgt even dat hij goed recht zit. En hier kan je telefoon straks tussen. De extender die gaat hier weer bovenop.
En wat dan belangrijk is, is dat je hem niet helemaal tot de schroef doordraait, want je wil altijd dat dit gedeelte, de voorkant van de range extender, naar het water toewijst waar je zit te vissen. Hij zit nu los op het schroefje en dan pak je het oranje schroefje en die draai je naar boven toe, zodat hij goed vast zit. Nu gaat hij geen kant meer op. Telefoon, heel eenvoudig. Ik houd het statief met één hand vast. Ik doe het bovenste plaatje omhoog en hij zit erin. Het kind kan de was doen. Pak ik even de voerboot erbij, maar dan gaan we het plaatje vastmaken met het alcoholdoekje, zodat hij geen kant meer op gaat. Ik heb trouwens voor de voerboot ook nog een hele mooie update. Die zat thuis op me te wachten. Net een dag te laat geleverd, anders had ik het meegenomen naar Frankrijk. Maar die laat ik jullie in de volgende video wel zien. Want dat is ook echt een hele mooie update. Nou, hier is de voerboot en hier ga ik het plaatje bevestigen. Hij is best wel smerig, vandaar dat alcoholdoekje. Dan weet je zeker dat alles eraf gaat en dat die, ja, dat plakkertje gewoon veel beter blijft zitten. Dus die gaan we eventjes netjes schoonpoetsen. Hier ga ik hem bevestigen. Nou, die is weer brand en brand schoon. Niks voor mij. Dan pak ik even het plakkertje erbij. Je haalt de twee rode velletjes er vanaf. Nou, aan deze kant van het plakkertje, die plakt natuurlijk enorm. Die zetten we vast op de voerboot. Even goed aandrukken. En eigenlijk gaat dit toch geen kant meer op, maar ik ga het toch geen risico nemen. Dus ik ga nog even 24 uur wachten. Maar ik laat jullie wel even het principe zien. Hier heb ik de dieperhouder. En het is eigenlijk heel eenvoudig. Er zit ook zo'n kartelrandje op. Nou, je plaatst hem op de steun. En hij zegt klik. En dan gaat hij geen kant meer op. Nou, die zit vast. En zoals je ziet is hij nu eigenlijk al gereed. Behalve dat ik nog 24 uur moet wachten. Nou, wat ik ook al zei dus, is dat je hem eerst in het water moet doen en kijken hoe je diepe staat. Staat hij niet recht, draai het schroefje los en dan ga je dus dit aanpassen, zodat die diepe verticaal naar beneden staat. Ik kan hem nu niet in de praktijk laten zien, maar zodra je de voerboot in het water zet, dan springt die diepe automatisch aan. En dan zul je ook zien dat die verbinding gaat maken. Als je één keer op de knop drukt van de wifi extender, dan zie je twee groene lampjes. De bovenste is de verbinding met de dieper en de onderste is de verbinding met de telefoon. Nou, zodra je de dieper in het water doet, maakt hij meteen verbinding met de wifi extender. Vervolgens doe je je telefoon aan en dan maak je verbinding met de wifi extender. Op die manier heb je het maximale bereik en dat zul je ook zien op de wifi extender. Ja, dit is de volledige setup. Ik hou het hier even bij. Ik haal hem er nu weer vanaf, want ik ga nu gewoon lekker weer met het touwtje aan de antenne doen. En dan de dieper achter de voerboot slepen, omdat ik geen risico wil nemen dat hij loskomt. Ik hoop dat jullie zo een beetje een idee hebben. Ik ga jullie later in deze week misschien nog even in de praktijk laten zien hoe die nou precies werkt, maar ik denk dat jullie zo wel een duidelijk beeld hebben. Ik ga het sowieso vaak gebruiken, heel vaak, want ik vind het echt super relaxed. Ik was hiervoor echt nooit zo van voerboten, maar sinds ik deze heb, ben ik echt helemaal verkocht. Ik kan bijna niet meer zonder. Helemaal met die lithium-accu's. Hier zit één klein accu'tje in, die boot weegt helemaal niks en ik kan er gewoon een week lang op varen. Dat slaat echt helemaal nergens op. Dus dat is echt helemaal perfect. Helemaal nu met die wifi extender erbij en binnenkort nog een hele mooie upgrade. Maar daar kom ik in de volgende video op terug. Ik heb alweer veel te lang gepraat, het spijt me, want ik moet echt snel die hengels gaan uitvaren. Het voer ligt er al een half uur in, dus die rigs moeten erin. Zo jongens. Oh, zo. Meen je niet. Ik ben net een hengel aan het uitvaren. En ik krijg gewoon op de andere hengel een keiharde aanbeet. Maar ik ben nog aan het varen met de boot. Met de andere boot. Die moet ik ondertussen even terugsturen. Oh, wat een drama jongens. Het voelt een beetje als een meerval, maar overdag vang je ze niet vaak, dus ik weet niet wat dit is. Ik moet alleen mijn net nog pakken en mijn voerboot die draait onderhand gigantisch ver weg. Ik ga eerst mijn net pakken.
aanbeet binnen 2 minuten. Bijna geen karpen zijn. Zo sterk. En mijn voerboot is onderhand ook weg. Oh. Ah, dit is zo sterk, jongens. Echt, als dit een karper is, is het een gigantische bak. Ik moet stevig drillen met alle obstakels. Zeker met al die rotsblokken hier voor de kant. Ik heb hem nog steeds niet gezien. Oh, het is een hele grote merval. Oh, verschrikkelijk. Een hele grote merval. Ik heb de handschoen hier ook niet bij de hand. Niet te doen dit, jongens. Echt niet te doen. Zo sterk. Ik heb de handschoen alvast aangetrokken. Ik trek hem zo het water uit. Oh, ik dacht even dat het in een karper was, maar helaas. Jezus, dit is dik 2 meter. Dit is echt dik 2 meter. Verschrikkelijk. Och, och, och. Wat een vis. Ik ga hem terugzetten en meteen mijn voerboot zoeken. Want die ben ik al lang uit het oog. Die is door de stroming meegenomen. Oh. Oh, wat een beest. Wat een beest. Hier word je niet vrolijk van, jongens. Zo. Nou, hij lijkt nu uitgeteld. Maar altijd even een tik op de kop geven. En dan weet je zeker of ze het hebben gehad. En let op dat je niet nu de lijn onder de top hebt draaien. Want dan ben je sowieso de sjaak. Wat een gigantische merval dit. Ach, hij kotst allemaal boilies uit. Zagen jullie het, jongens? Ik weet niet of jullie het zagen op camera, maar hij kotst zo'n kilo boilies uit. Die heeft duidelijk op het voer gelegen. Nog meer boilies. Al die rook wat jullie zien is gewoon kots. Kijk eens. Allemaal kots. Dat doet hij uit de stress. Allemaal scopex hier. Hij mag weer zwemmen, jongens. Hij is los. Jongens, jongens, jongens. Wat een drama, zeg. Een en al puinhoop op de stek. En ik denk niet dat ik hier kan blijven. Er zit een jongen iets verderop te vissen. Die zegt dat het hier is verboden om te nachtvissen. En ik weet nog niet zeker of je wel overdag mag vissen. Dus ik zit een beetje te twijfelen of ik hier nog een paar uur blijf doorvissen tot het donker is. Dat ik dan naar een andere stek ga. Of dat ik nu al wegga. Ik paal wel echt als een stekker. Gelukkig heb ik mijn voerboot wel terug. Een of andere man met een boot had hem uit het water gevist en die heeft hem voor me bewaard. Dus echt super blij daarmee. Maar ja, dit is echt drama. Ik weet niet zo goed wat ik nu moet doen. Dit is echt drama.
Ik denk dat ik toch een paar uurtjes nog blijf vissen en dat ik vanavond naar een andere stek ga. Ah, maar wat rot dit, hè. Echt niet normaal. Ik ga even de spullen organiseren, jongens, want dit is echt een bende hier. Nou, het is niet anders, jongens. Ik ben alles weer aan het inpakken. Super snel. Ik heb niet zo heel lang mee voordat het donker is. Ik wil toch wel even in het licht nog alle hengels goed uitvaren. Ik weet nog niet waar ik heen ga. Ik ga, denk ik, een nieuwe stek zoeken voor vannacht. Instant stek. Of terug naar de stek waar ik die 24,8 kilo ving. Maar daar wou ik eigenlijk morgen heen. Of ik zoek een afgesloten water in de buurt. Ik weet het nog niet. Eerst maar eens die spullen opruimen. Verschrikkelijk. Nou, ik zit weer in de auto. Echt, jongens. Ik heb lopen haasten. Verschrikkelijk. Ik wil gewoon echt op tijd bij de nieuwe stek zijn. Ik ga eerst even kijken bij een afgesloten water hier in de buurt. Een redelijk grote put. Even de navigatie in de gaten houden. En als dat er een beetje goed uitziet en het heeft me iets van vertrouwen gegeven, dan ga ik daar lekker uitpakken. Ook wel heel leuk voor de afwisseling, even een putje pakken. Of ja, putje. Het is volgens mij best wel groot, zoals ik op Google Maps kan zien. En als dat niks is, dan rijd ik lekker door naar de rivier en dan ga ik daar wel weer een stek zoeken. Misschien wel de stek waar ik die hele dikke vis had. Maar dat weet ik niet. Dat is de afgelopen twee nachten gevist door een paar locals en die hebben allebei niks gevangen. Dus dat zal ook vast niet aan hun liggen. Waarschijnlijk is de vis daar gewoon weg. Maar misschien ook niet, dus het is gewoon even afwachten. Ik ga het water bekijken en ik hou jullie wel op de hoogte. Oké, ik ben vol gas de auto weer aan het uitpakken. Ik ga toch hier bij deze put vissen. Een mooie put. Staat in rechtstreekse verbinding met de rivier. Dus misschien zit er wat vis in. En misschien ook niet, ik weet het gewoon niet. Ik ga gewoon lekker met de boot het water opzoeken, de dieptes bekijken. En dan even een plannetje maken hoe ik het hier ga aanpakken. Ik ga het niet te moeilijk doen, het is al laat. Dus ik hou jullie op de hoogte. Zo jongens, ik zit lekker. Ik heb drie richtjes klaargemaakt. Ik zit hier dus in de arm en ik kan hier wat subtieler vissen dan ik normaal gesproken op de rivier zou doen. Dus lichte lood, wat kortere onderlijnen, iets attractieve haakaas, wat minder voeren, al dat soort dingen. Eerst onderlijntje, ongeveer 20 centimeter. Een nieuwe pole position haak, snackster haakmaat 4. Deze ga ik tegen de takken aanvissen. Nou, deze haak, als die vast zit, komt die niet meer los. Dus dat vind ik echt belangrijk als ik tegen de obstakels lig te vissen. Tweede rig ga ik op het wijd vissen. Snowman 24 mm twincap boilie met een 15 mm twincap pop-up, een beetje afgesneden, staat perfect. En ook een nieuwe haak van Pole Position, de Strongbow, maatje 2. Die draait razendsnel, dus hier ga je echt alle vissen mee prikken. Alleen die heeft wat minder houvast, maar dat is natuurlijk op het wijd niet zo erg. Ook weer een rig van ongeveer 20 cm. Laatste rig is een hinge stiff rig. En mijn favoriete pop-up rig. Er zit een milk en fruit 15 mm pop-upje op, zwaar gesookt. Dus ik ga even kijken wat dit doet. Als ik witvis vang, ga ik lekker wat grover vissen. Vang ik niks, heb ik dikke pech. Ik ken dit water niet. Of ja, het water, het is een arm. Ik ben er nooit geweest, ik heb er nooit wat van gehoord. Ik weet ook niet hoe diep het is, dus ik ga straks eerst even de boot en goed naar de taluuts kijken. Ik vind het echt belangrijk om goed langs die taluutranden te vissen. Die vissen zijn van nature, vinden ze het gewoon fijn om langs steile taluutranden te zwemmen. Eigenlijk is dat heel logisch, want dan hebben ze meer beschutting, meer veiligheid, soms ook meer voedsel, want die taluutranden, daar hoopt natuurlijk een hoop voedsel op. Dus ja, ik ga snel de boot erin doen, het water even goed in kaart brengen en dan drie richtjes super strak uitvaren. Ik zou het fantastisch vinden als ik vannacht hier een vis vang. De kans is denk ik niet zo heel erg groot, want ja, ik weet überhaupt niks hiervan en het is maar net de vraag of die vis er wel of niet in ligt. Als ze er niet in liggen, dan ga ik ze natuurlijk niet vangen. Maar ik ga wel heel erg mijn best doen en dat is natuurlijk het belangrijkste. Meer dan dat kan je niet doen. Dus ik ga snel de boot in, jongens.
Frankrijk, jongens. Dit wil je. Een hele zachte bodem. En ik kom bij het eiland hier. En de bodem wordt opeens keihard. Hier gaat die talud op met wat planten. Dus ik ga hem daar in die hoek neerleggen op 5 meter diepte. Dit moet een goede stek zijn. Dit is de middelste hengel. Met de twin cap snowman. Ja, hier heb ik vertrouwen in, jongens. Prachtige stek. Qua hardheid, qua bodemvegetatie, qua diepte en talud. Helemaal super. Snel neerleggen, die bende. Nou, jullie zien het. Ik lig alweer in mijn nest. Of ja, alweer. Het is tot nu toe de hele trip een kwestie geweest van heel weinig slapen. Dus vandaag ga ik er wat eerder in. Mijn gevoel zegt eerlijk gezegd niet dat ik vis ga vangen vannacht. Ik kan er helemaal naast mee zitten natuurlijk. Maar vaak klopt dat gevoel wel een beetje. Ik hoop dat ik helemaal naast zit natuurlijk hoor. Ik hoop echt dat ik een mooie vis vang vannacht. Maar ja, ik ga het wel zien. Ik weet nog niet wat ik morgen ga doen. Ik zit heel erg in dubio. Ik heb nog 3 nachten na morgen. Dus nu nog 4 nachten te gaan. En ik zit een beetje in te twijfelen waar ik naar morgen heen ga. Ik denk naar de stek waar ik die hele dikke vis had. En die 17 kilo. Maar misschien ook niet. Ik weet het niet. Ik ga er gewoon even een nachtje over slapen. Kijken wat het gevoel zegt. Kijken wat de omstandigheden doen. Ik wil misschien ook nog wat nieuwe stekken gaan bekijken ondertussen. Voor eventuele volgende trips. En ik heb nog een heel bruut water gevonden hier in de buurt. Een grote put, een heldere put. Niet zo heel diep, is wel mooi voor deze tijd van het jaar. Maar dat is nog allemaal toekomstmuziek. Ik ga eerst even kijken wat er allemaal gaat gebeuren nog de komende nachten. Ik heb nog wel heel erg naar mijn zin hoor. Ik vermaak me enorm hier in Frankrijk. Echt totaal niks te klagen. Dus ja, voor nu hou ik het voor gezien. Ik hoop jullie vannacht terug te zien met een mooie vis. En anders zie ik jullie in de ochtend weer, zoals altijd. Dus ik zou zeggen, slaap lekker mensen. Nou mensen, mijn gevoel klopte. Ik heb keihard geblankt vannacht. Dus vroeg opgestaan, alle spullen alweer in de auto gegooid. Ik ga nu de hengeltjes eruit draaien. Wat me gisteren is overkomen, zit me nog niet helemaal lekker. Ik had natuurlijk een stek 3 dagen heel mooi aangevoerd, meteen een hele grote meerval gevangen. Maar ik wilde naar terug. En omdat ik geen gezeik wil met locals of wat dan ook, ga ik denk ik morgenavond, na het avondeten ongeveer daar naartoe. Dan verwacht ik dat het daar rustig is. En dan wil ik toch nog een keertje top die stek proberen. Dus ik ga er dadelijk weer heen. Dus weer 3 kwartier rijden. Maar wel weer even voer erin gooien. En dan kan ik daar morgen naartoe. En dan ga ik vandaag toch naar de stek toe waar ik die 24,8 kilo had. Dus dat is wel een heel mooi vooruitzicht. Ik wil ook nog even boodschappen doen. Dus het wordt sowieso weer een dagje veel kilometers maken. Maar dat doen we elke dag. Dus dat geeft niet zoveel. Nou, ik ga de hengeltjes eruit draaien. Het is mooi hier, maar helaas geen vis. Dus we gaan weer door. Jongens, er zijn hier 2 karpers onder de brug. Ze wachten duidelijk op het voer. Ze gaan er zelfs meteen op af. Hier ga ik morgen zeker vissen. Ik zit morgen daar aan de overkant. Daar zat ik gisteren dus 10 minuten en toen ben ik weer weggegaan. Geen bewijsmateriaal achterlaten.
Nou, jullie zien hier allemaal brasem spaaien. Dat betekent dat ik het precies goed heb getroffen. De karper komt vaak net wat later dan de brasem, eigenlijk altijd. Dus dit is een super goed teken. Hopelijk liggen de dikke vrouwtjes hier te wachten. Ik zag net al twee mooie vissen zwemmen, waarvan één echt grote. Dus ik heb echt vertrouwen voor morgen, jongens. Super. Nou, daar zijn we weer, jongens. Het stekje ligt er weer vredig bij. Ik heb de auto weer erachter staan. Ik moest voor die drempels, waar ik de auto een beetje had beschadigd, moest ik weer de hele auto uitpakken. 10 meter verder rijden, de hele auto weer inpakken en toen kon ik naar de stek toe rijden. Maar nu ging het gelukkig wel goed, dus dat is helemaal top. Ik heb nu nog een heel klein beetje schaduw, zie ik. Dus ik ga snel wat spullen neerzetten. Straks zit ik de rest van de dag in de volle zon. Dat wordt echt heel warm. Dus laat ik maar snel de auto gaan uitpakken. Zo, het schiet al aardig op de stek. Ik heb er een half emmertje voer verspreid over 3 stekken. Bij het boompje op 2,5 meter. En de vaargeul op 4,6 meter. Dat is wel mooi. Hij gaat heel snel naar 4,8. En dan loop je op een gegeven moment naar 4,6. En dan gaat hij weer naar 4,8. En die 4,6 is ook de plek waar ik die dikke vis heb gevangen. En rechts, iets voorbij het boompje, lig ik op 3,2 meter straks. Dus daar heb ik verspreid gevoerd. Ik ga even nieuwe voorslagen erop zetten. Je merkt toch na zo'n week vissen dat die behoorlijk beginnen te rafelen. Het is ook niet zo gek op zo'n ruige rivier. Dit is de voorslag die ik daarvoor gebruik. Slackliner, snack en shock leader van 5500ste. En dit is de 100% fluorocarbon variant. Je hebt ook de blauwe variant. Dat is een hybride, daar zit ook mono in verwerkt. Maar naar mijn idee is deze wat meer slijtvast. Dus die ga ik er even opknallen. Dat doe ik met een FG knoop. Dat is veruit de beste knoop voor een voorslag. Ik zet eerst nog een knot protector sleeve op. Die heb ik hier. Dat is op zich ook wel een mooi hulpmiddeltje, zodat je super subtiel het knoopje kan afwerken. Deze zet je eerst op je gevlochten lijn. Dan maak je de knoop en dan schuif je deze over de knoop heen. Dan gaat die knoop nog mooier door je oogjes heen. En dat drilt ook nog eens fijner. Dus die twee heb ik nodig. En dan ga ik er een helikoptersysteem op zetten. Met zo'n sleeveje en een kraaltje. Die schiet los. Een quick change big eye swivel. Natuurlijk een groot oog. Je wil echt zo'n big eye hebben, want dat rafelt veel minder om je hoofdlijn of om je voorslag bedoel ik. En dan hebben we alleen nog nodig de Helichot buffer sleeve, die gaat over het lood. En uiteraard een fast linkje om het lood aan te bevestigen. En dat is alles wat je nodig hebt voor dit systeem. Dus ik ga het even in elkaar zetten en dan ga ik de richtslag maken. Oké, tijd om de hengels uit te varen en ik kan nu voor het eerst de nieuwe range extender uitproberen. Zoals we leuk om te doen. Ik leg het richtje erin. Ga ik beginnen van links naar rechts. Linker hengel wordt een dubbele Scopex 18 mm. Het is nog vrij rustig op de stek, jongens. Er gebeurt heel weinig. Ik zeg natuurlijk nog niet zo heel veel, want het is hier vooral 's nachts dat je actie krijgt. Even een eitje aan het bakken, tenminste nu nog het brood aan de eieren. En ja, dan gaan we hopelijk een mooie avond tegemoet. Ik verwacht eigenlijk als we vis vangen dat het rond een uur of 12 is, of nog later zelfs. Maar ja, ik durf het ook niet te zeggen, die rivier is gewoon heel onvoorspelbaar. Dus we gaan het wel zien. Ik hou jullie op de hoogte. We'll be right back.
Daar op de achtergrond komt de laatste boot van vanavond. Tenminste, dat denk ik. Normaal stopt het wel rond dit tijdstip. Dus ik ga zo de hengeltjes nog even voor de laatste keer opnieuw doen. Toch wel heel wat boten gehad. Ik wil even checken of alles nog goed ligt. En dan een klein beetje voeren nog op. En dan hoop ik gewoon dat we vannacht een mooie vis kunnen vangen. Het zou echt fantastisch zijn. Ik ben weer toe aan een visje, moet ik eerlijk zeggen. Vooral die drills zijn hier echt gewoon helemaal geweldig. Ze zijn mega scherp. Vooral die drills zijn hier echt fantastisch. Ze zijn mega sterk. Ja, je ziet nu die boot voorbij komt echt die middelste top super krom gaat staan. Die ligt precies waar die boot nu vaart. En je ziet de top tekeer gaan. Dat lood gaat flink rollen. Wat op zich niet zo erg is. Ik gebruik een lange onderlijn, dus het haakaas ligt waarschijnlijk nog wel goed. En die golven zorgen ervoor dat die boot constant tegen die betonnen rand wordt aangeduwd. Er staan ook allemaal dorens en mosselen, dus ik hoop dat die boot het overleeft. Vorige keer had ik die 17 kilo hier onder het kantje en die 24,8 ongeveer in het midden. Ik ben benieuwd wat dat gaat doen vannacht. Ik ga in ieder geval alles op alles zetten. Super scherp vissen vannacht. En dan hoop ik jullie straks terug te zien, jongens, met een hele mooie vis in het net of aan de hengel. Goed dat ik ze even check, want ze liggen flink in de troep. Yes, jongens. In de ochtend loopt de hengel af. Ik had het echt niet meer verwacht. In de regen. En dit voelt als karpen. Holy shit, hé. Dat had ik echt niet meer verwacht. Ik sta hier op mijn blote voeten. Heerlijk. Oh, dit maakt me zo blij. Het is 8:00 ochtends. Ik zat lekker op de telefoon. Onder de koffer. Want het regent behoorlijk. En ik krijg gewoon een... Zo, die molen van mij die is ook aan het einde van zijn latijn. Nou, dit is ook geen meerval, ik voel het. Dus dit is echt fantastisch. Ik ben reuze benieuwd, hij zwemt tegen de stroming in. Oh, wat is dit lekker zeg. Fantastisch. Oh, hij gaat door de andere lijn. Hij duikt helemaal de kant in. Mooie spiegel zo te zien. Hij zit door een andere lijn, maar ik denk dat dit wel goed gaat.
Oh, wow, oh, niet bij die motor, jongen. Is altijd gevaarlijk. Hij is mooi beschupt ook. Het is best een grote vis. Kom, jongen. Yes! Oh, het is echt een grote vis. Yes! Oh, yes, yes, yes. Fantastisch. Uit de vaargeul. En wat hebben we hier? Oh, wat bruut, hé. Jezus, wat bruut. Oh, jongens. Hier ligt een vis in het net. Heel mooi beschupt. Hij is stokoud volgens mij. Allemaal littekens op het lichaam. En het is een bak. Het is gewoon weer een bak, jongens. Och, 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 wat vet. Snel wat warme kleren aantrekken en de hengels opnieuw doen. Oké, jongens, even een korte plan de campagne. Ik ga alle drie hengels nu in de vaargeul vissen. Want zeker overdag zullen ze niet zo strak die kanten inzwemmen. Eerst even de vis onthaken in de sling doen. Dan voeren met de rubberboot, heel verspreid, hele vaargeul. Dan drie hengels uitvaren, ook gewoon even lekker met de rubberboot. En dan ga ik jullie de vis laten zien. Want het is een bak, jongens. Ik begin nu pas te beseffen hoe groot deze vis is. Echt ongekend. Oké, ik ga dit zo snel mogelijk proberen te fixen, want het regent nog steeds keihard. Ik dacht eerst nog, ik wacht tot het droog is, maar het blijft regenen. Dus ik ga hem erbij pakken. Ik heb hem even snel gewogen, hij is 19,8 kilo. Dat is gewoon weer een bizarre bak. En dat van de rivier, dat verwacht je echt niet. Hij is vooral heel erg lang en breed. Hij is niet zo hoog. Anders was het echt een dikke 40er geweest. Kijk eens jongens, daar is hij. Wat een bak, hè. Echt mooi getekend, super mooie kleuren. Ja, hier ben ik weer zo gigantisch blij mee. Oh, ik ga hem snel terugzetten, even nog een paar foto's van maken. Het is gewoon echt weer een kers op de taart van deze sessie. Kon nog niet meer stuk natuurlijk, maar ja, deze gaat weer terug, jongens. Alright, even het sekje opruimen. Het begint al aardig op te schieten. Alles is doorweekt. Het heeft echt de hele ochtend geregend. Het is nu voor het eerst droog. Dus dat is wel fijn om de spullen op te ruimen. Het bootje ligt ook helemaal vol met water. Ik ga meteen even mooi leeggieten. Ik heb nog een halve emmer voer erin om laten vallen. Dus ja, ik ga even aan de slag. Ga ik lekker naar de McDonald's. De beelden veiligstellen, geheugenkaartjes leeghalen en natuurlijk even wat eten. En dan ga ik vanavond naar de hele brute splitsingstek toe, waar ik zeker verwacht vis te vangen. Dus we gaan het allemaal weer zien. Ook weer handig, jongens. Ik heb de elektromotor en de accu al ingepakt. Dus dan maar even met de deksel en de emmer peddelen. Het scheelt dat er nog niet heel veel stroming staat. Want er moet natuurlijk wel voer in voor morgen. Ik heb besloten dat ik morgen het laatste nachtje hier ga vissen. Dus ik pak geen kanaal of zo in het noorden op de terugweg. Dan vrijdag maar wat verder rijden. Hier ga ik het voer er even in gooien. Op drie stekken, iets dieper dan ik nu de afgelopen nacht heb gevist. En dan kunnen we met een gerust hart naar de McDonald's. Nou, ik heb 3 uurtjes bij de McDonald's gezeten en ik ben klaar om naar de volgende stek te gaan, de ene laatste nacht. Dus bootje inpakken, ik ben heel licht bepakt. Dat lijkt misschien heel veel, maar ik heb echt geprobeerd zo min mogelijk mee te nemen. Nou, ik ga even de boot vol pakken, naar de stek varen. Ik hoop dat de stroming een beetje hetzelfde blijft. Er is veel geregend vandaag, dus ik ben bang dat die stroming erin gaat klappen. Dan kan ik waarschijnlijk de stekken die ik heb aangevoerd niet meer bevissen.
Maar goed, ik heb wel vertrouwen erin. Zo, en daar springt gewoon even een hele dikke roofvis vol het water uit. Activiteit is altijd goed. Nou, ik ga snel anders kijken. Jongens, dit is echt heel erg balen. 5 dagen gevoerd en er zit iemand gewoon recht tegenover de stek, dus ik kan er niet vissen. Hier ben ik echt zuur van. Ik had echt 100% verwacht vis te vangen. Ze lagen gisteren op het voer te wachten. Kon gewoon niet misgaan. Maar ja, er zit iemand te vissen, dus ik kan er moeilijk heen gaan. Ik wil ook geen probleem, dus ik ga gewoon mooi weer de andere kant op. Ik baal er wel echt enorm van. Ik ga nu proberen ergens een plekje aan de oever te vinden waar ik ook kan vissen. Dan zit ik in ieder geval een beetje in de sector. Misschien dat de vissen dan heen en weer zijn omdat ze het aas herkennen. Maar alsnog, het is gewoon super kut. Dus hou daar sowieso volle bak vertrouwen. Ik heb daar goed gevoerd. En dan overkomt dit. Nou, je doet er niks aan. Ik ga me even concentreren op de golven die boot gaat veroorzaken. Het is altijd belangrijk om de punt even richting de golven te mikken. Anders slaan de golven gewoon over de boot heen. Dat wil je natuurlijk niet. Dus ja, ik ga even een plekje zoeken, jongens. Ik baal enorm. Ik denk dat ik hier wel ergens een mooi plekje kan vinden. Een hele mooie natuurlijke oever. Hopen dat ik ergens een stretchje kwijt kan en dan ga ik het gewoon hier proberen. Ligt iets meer uit de stroming deze kant. Dus die vis die moet hier gewoon langs optrekken. Het ziet er hier allemaal nog redelijk begroeid uit, maar er komt vast vanzelf een open plekje. En dan ga ik mijn geluk daar wel beproeven. Al zal het niet al te makkelijk worden in stand op zo'n slok water. Het is niet anders, jongens. We maken er gewoon het beste van. Ga ik hier gewoon achter de takken vissen. Daar staan mijn hengels, dus die vis die zal direct het wijd opschieten bij een aanbeet. Snel voeren, want ik stroom snel af. De stroming is duidelijk al wat toegenomen. Het is ook echt wel een meervalplek, dit zo tussen die takken. Maar ik hoop gewoon dat er een karper langs komt. Laatste hengeltje vis ik iets verder uit de kant. En dan voer ik die vaargeel heel verspreid aan. Dus
sowieso, als je compacter gaat voeren, dan zul je echt hier alleen maar meervallen vangen. Dus ik hou er echt van om heel verspreid te voeren. Laat die karpers maar lekker zoeken. Dan doe ik hier een 24 mm twinkarp aan. Kijk, dus mooi recht voor de stek. Op 3,5 meter. Het wordt hier sowieso niet zo heel diep. Dat past de achterloop de vaargeul. En ik zit nu op het midden van de rivier, dus... Dan kan je wel zien dat die vaargeul echt niet altijd in het midden loopt. Een klein beetje voer nog. Zo, en dan ga ik het richtje erbij pakken. Het is alweer bijna donker en ik heb toch besloten dat ik wel die stek nog wil bevissen die ik nu 5 dagen heb aangevoerd. Het zit me echt niet lekker dat ik gewoon 2 keer zulke erg pech heb gehad en dat ik dus die stek niet kan bevissen. Dus ik hoop dat die ene visser die er nu zit, dat die morgenochtend weg is. Waarschijnlijk gaat die vanavond laat al weg. Dus ik denk dat ik bij het allereerste licht die kant op ga. Ik heb de wekker om 5 uur gezet. Dan zit ik om 6:30 in de boot, ga ik die kant op, tiertje varen. En dan ga ik bij het eerste licht die hengels eruit varen. Ik weet gewoon dat die vissen daar op mijn licht te wachten. Dat weet ik gewoon. Gisteren heb ik ze ook echt gezien op de spot. Er ligt veel voer in. Dus het kan daar bijna niet misgaan. En over het algemeen zijn de nachtelijke uren beter. Maar omdat ik zo goed heb gevoerd, weet ik ook bijna zeker dat ik in de ochtend wel een vis kan vangen daar. Dus als daar de hengels in liggen, slaap ik daar wel weer verder. Het wordt dus weer een kort nachtje. Stretje staat alweer. Dus ik ga zo lekker mijn nest in. En dan ben ik morgenochtend hopelijk een beetje fit. En dan gaan we het nog maar weer eens proberen. Ik wil die stek gewoon bevissen, dus het is echt alles of niets. Zo, het is 4:55. Ik ga snel mijn waadpak in, de stretch inklappen, spullen opruimen en naar de andere stek varen. Ik hoop echt dat die local weg is. Dan kan ik natuurlijk een stek bevissen. Zo niet, dan ga ik gewoon naar de allerlaatste stek van de sessie. Dan kan ik dan nog dik 24 uur vissen. Maar ik hoop echt gewoon dat ik een beetje geluk heb. Anders ga ik echt heel erg balen. Zo, dus 10 minuten later en de boot ligt vol. Dat ging heel snel. Nu snel een kwartiertje varen. En dan hoop ik dus, zoals ik al zei, dat die stek vrij is. We gaan het zien. Nou mensen, ze zitten nog steeds op de stek. Ik bal natuurlijk als een stekker. Maar het is niet anders. Ik moet er toch maar het beste van maken. Dus ik ga gewoon richting de laatste spot van de sessie. Ik kan er nog van deze ochtend tot en met morgenochtend vissen. Dus we maken daar het beste van. Ik had gisterochtend om 9 uur die vis. Dus het kan nog. Ik ben daar denk ik rond 7:30. Ik hoop rond 8 uur aan het vissen te zijn. Dus misschien pak ik deze ochtend ook nog wel een vis. Ik ga in ieder geval als een gek de auto inpakken. En nog met balen. Man. 5 dagen voor helemaal niks gevoerd.
Zo, even naar het einde van de weg lopen, want het is mijn laatste avond in Frankrijk, deze solo trip. Dus ik heb een pizzaatje besteld en dat is ook zeker de eerste en laatste keer dat ik dat doe hier in Frankrijk. Want ik heb er 2,5 uur aan moeten wachten. Maar goed, hij is er, dus ik ga ervan genieten. Over een uurtje komen de laatste boten. Dan ga ik nog even één keer alle hengels op mega scherp varen. Echt nog even knallen deze laatste nacht. Ik hoop gewoon echt nog één bonusvis te vangen. De trip is natuurlijk al meer dan geslaagd, maar ja, nog een vis zou natuurlijk fantastisch zijn. Ik heb één hengel op een andere plek gelegd. Ik heb er nog twee bij mijn stretchje staan en eentje staat om de hoek. Die vis ik toch op de ondiepte, want het wordt best warm vannacht. En ik kan me best voorstellen dat een aantal vissen die ondiepte zullen opzoeken. Dus iets verspreider vissen vannacht, in de hoop om nog één bonusvis te strikken. Ik spreek jullie snel weer, hoop ik. Daar gaan we, jongens. Laatste keer de hengels uitvaren. Linkerhengel ga ik zo bij het boompje neerleggen op een heel mooi plateau van 2,5 meter. De middelste hengel, de vage hengel, die gaat naar ongeveer 4,5 meter. Vage is wat 5 meter diep. En dan heb ik net om het hoekje heb ik een hengeltje staan die gaat op de ondiepte. Om ongeveer 2,5 meter ook. Dus we gaan het zien, jongens. Klein beetje voer erop. Als het goed is komen er geen boten meer. En dan kunnen we ze echt even strak neerleggen. Voor deze takken. De laatste hengel die ik ga uitvaren. Er ligt veel troep op de dieptemeter. Ik heb hem nu op de meest wijde straal staan. Ik zet hem nu op 7 graden. Dat is de meest nauwe straal. En dan kan ik precies zien waar die troep ligt. Nou, hier zie je duidelijk nog vegetatie op de bodem. Ik drijf langzaam weg. En hier wordt die schoner. Hier nog steeds wat plantjes. Dus ik ga nog iets verder ervan af. En hier ziet hij er schoon uit. Recht onder de diepte. En dan komen hier weer wat planten. Als het goed is, kan ik hem hier laten zakken. Dan komt hij ook weer schoon terug. Ja, echt een zanderige bodem. Yes, jongens, hengel staat weer krom. Het is midden in de nacht en de vago hengel loopt eraf. Super blij, jongens. Ja, het is toch een grote meerval, jongens. Heel jammer. Keiharde drill gehad. Nou, het is geen hele grote. Ik denk 1,50 meter of zo. Dus even snel de handschoen aandoen, onthaken en de hengel weer uitvaren. Hopelijk is de volgende run een karpen, jongens. Het zou fantastisch zijn. Zo, goedemorgen, jongens. Ik had in de planning staan om 9 uur 's ochtends weg te gaan rijden. Ik heb trouwens geen vis gevangen vannacht, maar dat terzijde. Ja, dit is niet leuk. Dit is echt niet hoe je roadtrip wil beëindigen in je eentje. Want ik zit hier met een lekke band. Echt volledig lek, daar kan ik niet meer mee rijden. En het wordt tijd dat ik even het bandje ga vervangen. Ik heb alleen een thuiskomband mee. Dus daar mag ik eigenlijk maar 80 km per uur mee. Beetje harder moet natuurlijk denk ik ook wel kunnen. Helemaal omdat er niet heel veel gewicht meer in de auto ligt. Maar het is wel beroerd, hè. Ik zit al de hele ochtend te kijken hoe ik dat reservewiel los kreeg. Ik had namelijk geen moersleutels of zo mee, maar het is uiteindelijk gelukt. Dus ik ga even de krik eruit laden en een bandje vervangen. Nou, ik heb nu hulp van twee mensen. Een Frans teamlid van Pole Position, Mathieu. Echt een super aardige vent. En we halen nu speciaal spul, zodat we het lek kunnen dichten. Want de band vervangen is geen optie, er zit een slot op. En daar heb ik geen
middel voor mij om dat slot eraf te halen. Dus ik moet het gat dichten, lucht erin en hoop ik dat ik daarmee veilig thuis kom in Nederland. Ik kan maar 80 rijden, dus het wordt een hele lange rit. Maar goed, als ik maar thuis kom, want ik heb morgen een belangrijke wedstrijd die ik heb georganiseerd met de Karpencommissie en die wil ik echt niet missen. Dus hopelijk gaat het goed, jongens. Oh, het is alles behalve goed gegaan, jongens. Echt, ik heb ook wel heel veel geluk gehad. Ik ben halverwege de reis en mijn band is volledig geëxplodeerd. Hij explodeerde in de file en daar heb ik echt geluk van gehad. Want als ik met 100 km per uur dit probleem had gehad, dan was ik echt zwaar de Sjaak geweest. Maar goed, ik wacht nu echt al 2 uur lang op een sleepdienst. Ik heb de politie in België moeten bellen. Ik ben net België binnengereden. Het is nog 4 uur rijden naar huis. De politie heeft gezorgd voor een sleepdienst. Maar daar wacht ik dus al 2 uur op. Het is echt dramatisch. Ik word er helemaal knettergestoord van. Maar goed, geduld is een schone zaak. Ik hoop dat ik thuis kom vanavond. Ik ben er bang voor. Met de trein is meer dan 10 uur reizen. Want 's nachts rijden de treinen niet. Ik weet sowieso wel zeker dat iemand me kan ophalen vannacht. Maar goed, het wordt dus echt een latertje. En daar heb ik niet zo heel veel zin in. Ik ben er eigenlijk helemaal klaar mee. Maar goed, ook dit hoort erbij. Weer van geleerd natuurlijk. Ik ga sowieso al die slotdingen van het wiel afhalen. Echt vreselijk. Echt de slechtste uitvinding ooit. Ja, trouwens, het is wel een goede uitvinding, maar dan moet je gewoon dat verlopen dingetje bij hebben. En die heb ik niet. En die heb ik ook niet gekregen toen ik deze auto kocht. Dus dat is echt heel erg zuur. Nou goed, ik wacht nog even op de sleepdienst en ik hoop dat ik thuis kom. Jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.